President Santokki heeft gisteren wederom aan de burgers van het district Kamerwijnen grondbescheiden uitgereikt. Het staatshoofd gaf aan dat hij had beloofd dat de aanvraag van grond voortvarend zal worden aangepakt en dat het ook is gebeurd. De mensen die in aanmerking zijn gekomen voor een stukje grond zijn personen die zich online hebben geregistreerd. Het Diaconessenhuis benadrukt in het persbericht dat zij ook gespecialiseerde tweedelijnszorg levert. Deze zorg is volgens Diaconessenhuis niet beperkt tot de overheidsziekenhuis. Daarnaast zegt het ziekenhuis dat ook zij kampen met de braindrain van gespecialiseerde verpleegkundigen. Dit werkt verlammend op de dienstverlening en voor enkele diensten dreigt zelfs stopzetting. Een eventuele extra waardering op nationaal niveau is dus ook nodig voor het Diaconessenhuis. De 2 weken durende training computervaardigheden in Kamerwijnen van het ministerie van AWJ is met succes afgerond. De jongeren die de eindstreep hebben gehaald hebben nu meer dan de basiscomputervaardigheden onder de knie, waardoor ze goed uit de voeten kunnen met een computer. De certificaatuitreiking vond plaats op woensdag 15 maart in Kamerwijnen.